Goedemiddag allemaal. Sorry dat we ietsje te laat begonnen zijn ten opzichte van de vorige keer. We hadden even een paar technische problemen, maar die zijn inmiddels opgelost. We zijn helemaal compleet. Welkom bij alweer het derde webinar over de overgang. Ik hoop dat jullie naar aanleiding van de twee voorgaande webinars het allemaal een beetje beter bespreekbaar hebben kunnen maken. Bijvoorbeeld aan de hand van de tips van alle deskundigen met vriendinnen bijvoorbeeld. En vandaag gaan we weer verder focussen op het bespreekbaar maken van de overgang op het werk. Want er is werk aan de winkel wat dat betreft. Dit webinar is mogelijk gemaakt door het CNV. En je denkt misschien bij jezelf, het CNV, dat is toch gewoon een vakbond? Nee, het CNV is niet zomaar een vakbond. Het CNV is er voor jou en voornamelijk ook om dit soort dingen te bespreken. En het is voor iedereen in heel werkend Nederland. Dus voel je welkom bij dit webinar. Doe vooral heel erg mee. Ik ga eens beginnen aan een kleine voorstelronde. Ik ben Evelien de Bruin, 47 jaar, presentator op radio en televisie. En met die leeftijd in je achterhoofd weet je misschien wel waar ik ongeveer zit. Wij hebben een fantastisch team van experts en deskundigen uitgenodigd voor vandaag. En namens het CNV zit hier Anneke Scheurink. Goedemiddag, Anneke. Anneke, jij hebt niet alleen klotsende oksels van een beginnende overgang, maar ook een beetje van de zenuwen. Een klein beetje stress. Klein beetje, maar. Voor de eerste keer gaat spreken. Ik begin met een hele makkelijke vraag. Welke overgangsklacht zou jij bespreekbaar willen maken op het werk? Dat vind ik ook direct een lastige vraag. Ik zou bijna zeggen, maak vooral de klacht bespreekbaar waar je het meest last van hebt. En wat ook de meeste invloed heeft op je werksituatie. Ja. En bij sommigen is dat of vliegers of slecht slaap. Maar vooral maak dat bespreekbaar en zorg dat je daarmee ook begrip creëert. Nou, die klotsende oksels die zijn dus helemaal nergens voor nodig. Dan weet je dat ook meteen. Onze expert van vandaag is Dorenda van Dijken. Jij bent gynaecoloog bij het OLVG. Maar jij bent ook, en nu ga ik dat eventjes helemaal voluit zeggen, voorzitter van de Dutch Menopause Society. Wat is het? Op zijn goed Nederlands, hè? Ja. Ja, elk land heeft zijn eigen menopauzevereniging. Dus de Menopause Society, dus internationaal. En als Nederland hebben we de Dutch Menopause Society. Dat is een wetenschappelijke vereniging, eigenlijk bedoeld voor zorgprofessionals. Dus niet voor patiënten. Dat wil zeggen, we doen onderzoek, wetenschap, ontwikkelen, schrijven richtlijnen, standpunten, et cetera. Maar uiteraard met alle feedback die je krijgt van een hoop patiënten waarschijnlijk. Nou, patiënten doen meer mee in de onderzoeken. Ja. En natuurlijk, we doen het uiteindelijk voor de vrouwen zelf. Hè. Ja. Dat is de doelgroep. Maar die moeten toch vaak aankloppen bij een zorgprofessional. En we doen dat ook samen met de verpleegkundige overgangsconsulenten van de VVOC. We hebben twee vaste panelleden. Die zijn hier eigenlijk iedere keer. Met Schuurman en Isa Hoes. Zij weten natuurlijk alles over de overgang. Omdat ze hem zelf meemaken. En hem ook te lijf zijn gegaan. Onder meer met hun boek. Isa, ik zat me te bedenken. Stel, jij mag een rol spelen als een vrouw in de overgang. Wat zei je dan jezelf? Mezelf dus. Wat zou je dan het liefst uit willen lichten? Ik denk een beetje de verborgen dingen die wat minder zichtbaar zijn. Dus dat kan van alles zijn. Want we denken aan een. Ik mag het woord heks niet meer zeggen van Suzanne Smit. Maar en dat heeft ze gelijk in. Dus we denken aan een vrouw met een kort lontje, kort haar. Geïrriteerd, niet meer weten hoe, wat. De weg kwijt zijn, zoals ik me vaak voel. Zeker vandaag. Ik heb toch geen kort haar. Maar er is veel meer aan de hand. En dat is vaak natuurlijk met rollen. Ja. Dat ze soms heel eenzijdig iets neerzetten. Een karikatuur bijna worden. En bij de overgang vind ik dat dus nog erger. Omdat ik denk, ja maar. Heren, dames die dit schrijven. Het is heel heftig voor vrouwen. Dus laat nou ook de hele volledige vrouw zien. Ja. Met haar mooie, kwetsbare kanten. Met haar nieuwe kanten. Ja. Want ze gaat een nieuwe weg in. Ja. En dat is ook super interessant. Die zoektocht, dat bindt ons heel erg. Die vinden wij heel leuk. Ja. Van, maar wat worden we dan nu? Een nieuwe vrouw, wie is dat? Ja. 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 Medina, zie jij dat ook? In, als ze er al zijn, rollen vrouwen in de overgang met veel stereotypen? Ja, al
Hoewel ik wel moet zeggen, we hadden het er ook met Suzanne Smit over, dat ongeveer 10 jaar geleden tot 20 jaar geleden was het not done om bijvoorbeeld een oudere vrouw te interviewen voor een magazine. Mm-hmm. Een oudere actrice. Dat was niet sexy, hè? Wat zei je? Dat was niet sexy. Dat was niet sexy genoeg. Ja. Dus je denkt, oké. En ik zie wel een verschuiving. En dat op filmgebied internationaal heb ik wel gemerkt dat er veel meer aandacht komt voor de ouder wordende mens. Dus niet, laten we ook niet de mannen vergeten, nee. Want die hebben dan weer met de vrouw te maken. Lijkt me ook niet altijd een pretje. Maar dus ik zie wel dat we er langzaam toch meer naartoe gaan. Dat vind ik een hele goede ontwikkeling. Wij hebben, ondanks dat wij heel blij zijn dat we met z'n allen hier bij elkaar kunnen zitten, ook nog 2 paneleden op afstand. Dat heeft niets te maken met een voorbije pandemie, maar gewoon met het feit dat ze hartstikke druk bezig zijn met hun werk. Julika Snijders en Jolanda Kroep van het Centrum voor Jeugd en Gezin in Rijnmond. Hallo Rijnmond. Hallo Rotterdam. Kunnen jullie ons horen? Julika, om maar eventjes met jou te beginnen. Heb jij het gevoel dat je bij je leidinggevende altijd naar binnen kan lopen om over alles te praten? Ja, dat gevoel heb ik wel. Ik heb tot 2 jaar geleden een man als leidinggevende gehad. En de laatste 2 jaar een vrouw. En eigenlijk kon ik bij allebei binnenlopen met mijn verhaal. Ik merkte wel dat ik... Nou ben ik misschien niet helemaal het juiste voorbeeld. Want ik doe veel met overgang in onze organisatie. En voor mij is het heel belangrijk dat ik over dingen kan praten. En ik doe dat ook vrij makkelijk. Maar ik voel in onze organisatie echt vrijheid om bij je leidinggevende terecht te kunnen. En ik kan dat zeker. En het hangt natuurlijk een beetje af van leidinggevende. We hebben er hier, hoeveel? 40 rondlopen of zo. Het verschilt een beetje per persoon hoe die erop kunnen reageren. Maar ik merk dat bij ons echt een item is om steeds opener mee om te gaan. Ja. Jullie hebben daar ook echt een item van gemaakt. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Jolanda, ben jij dan zo'n werkgever die de deur altijd open heeft staan voor ieder probleem? Nou, dat is wat breder dan de vraag die je me eerder voor legde, volgens mij. Voor elk probleem, nee zeker. Jullie kan dat ofwel onderschrijven of betwisten, maar nee zeker. Ik vind sowieso in een rol van werkgever als leidinggevende dat je een bepaalde basis van vertrouwen met medewerkers moet hebben om alles te kunnen bespreken wat je bezighoudt. Natuurlijk heb je een scheiding tussen privé en werk, hè, dat heeft iedereen en die bepaal je ook zelf waar de scheidslijn ligt. Maar tegelijkertijd kom je als heel persoon naar je werk ook. Hè? En als er thuis iets speelt, wat dat dan ook is, en nu hebben we het over de overgang, dan beïnvloedt dat ook hoe je hier op het werk zit. En ik vind dat als een soort totaalpakket moet je daar ook voor hebben in je leidinggevende rol. Dus ja, zeker. Je kan met mij alles bespreken. Nou, dat gaan we zo meteen verderop in dit webinar dan ook heel graag doen. Want je hebt vast ook een hoop tips voor ons en voor de mensen die aan het kijken zijn. En wat misschien nog wel mooi is om te vertellen voor de mensen die nu aan het kijken zijn, zonder jullie geen succesvol webinar. Want wij kunnen er natuurlijk heel uitgebreid over praten, maar we hebben ook echt heel veel interesse in jullie vragen. En die kunnen jullie allemaal stellen in de chat. Dat kan gewoon anoniem. Stel nou dat je zegt van ik vind het leuk om even met beeld erbij mijn vraag te stellen. Dan mag dat natuurlijk ook, maar dat hoeft niet. Het belangrijkste is dat je die vraag ook stelt. En wat ook nog goed is om te weten is dat die vragen over de overgang en hoe je het bespreekbaar kan maken op het werk gaan. Dus daar gaan we vandaag zoveel mogelijk op focussen. En mocht je nog met een vraag zitten die niet besproken wordt tijdens dit webinar, dan kan je altijd mailen naar overgang@cnv.nl. En dan wordt er ook gezorgd dat er antwoord komt op die vragen. Maar eerst gaan we naar de presentatie van Dorenda. Want die heeft een heleboel te vertellen daarover. En deze presentatie heeft ze ook nog eens een keer speciaal voor het CNV samengesteld. Ja, hij gaat natuurlijk over overgang en werk. Maar als ik straks beeld heb, dan start ik ook even met een stukje voor wat algemene kennis. En natuurlijk ook, ja, ik blijf een dokter, met een klein stukje medische informatie. Dat zit erdoor verweven. Eerst even uitleggen wat het verschil is tussen menopauze en overgang. Want dat wordt vaak door elkaar gebruikt. Je menopauze is strikt genomen je laatste menstruatie.
menstruatie, dus de laatste dag dat je bloedt. En de overgang is vaak het hele gebeuren eromheen. En dat begint al een paar jaar voordat je stopt met menstrueren en kan nog ook een paar jaar nadat je gestopt met menstrueren doorgaan. Hoe vaak komt het nu voor? We hebben het eigenlijk over de natuurlijke overgang en dat beslaat de leeftijd van vrouwen tussen 40 en 60 jaar. De gemiddelde leeftijd waarop vrouwen meestal klachten krijgen is rond de 45, kan ook iets eerder zijn. En de gemiddelde leeftijd dat je stopt met menstrueren is rondom je 51ste jaar. En we hebben het eigenlijk over ruim 1 miljoen vrouwen in Nederland. Dat is niet elk jaar een andere groep. Dat is, meestal zit daar een overlap in. Maar de groep vrouwen tussen de 40 en 60 jaar, en ook als je daar nog vrouwen bij rekent die onder de 40 zijn of die boven de 60, kan je ook nog steeds overgangsklachten hebben. Dan kom je op 1,6 miljoen vrouwen uit. En van al die vrouwen fietst eigenlijk 20% fietst daar eigenlijk fluitend doorheen. Zonder enig probleem. Dat is heel gemeen, want daar zijn vooral die een derde van die 80% die wel klachten heeft, die is daar super jaloers op. Want die hebben echt ernstige hinderlijke klachten. En dat is voor iedereen weer anders. Maar strikt genomen, als jij merkt dat je je belemmerd voelt in je dagelijks werk of in je privéleven, dan zijn die klachten ernstig of hinderlijk genoeg om er in ieder geval hulp voor te zoeken. En over wat voor klachten gaat het nou eigenlijk? Het gros van de klachten zijn de zogenaamde warmteklachten, of in medische termen vasomotoren klachten, de bekende opvliegers en de nachtelijke opvliegers, het nachtzweten. Ja, iedereen kent die wel. En dat geeft een soort domino-effect, want als je 's nachts slecht slaapt, dan kan je daardoor overdag meer vermoeidheidsklachten krijgen. Dat leidt weer tot geheugenconcentratiestoornissen, kan ook weer leiden tot stemmingswisselingen. Nou, het beruchte korte lontje is al genoemd, maar ook huilen om niks, emoties uit het niets. Dat zijn de meest voorkomende klachten. En 75% tot 90% van de vrouwen hebben die eigenlijk in meer of mindere mate. Maar er zijn ook heel veel andere klachten en die noemen we de atypische klachten. Niet omdat ze niet bij de overgang voor kunnen komen, maar ze kunnen ook door heel veel andere oorzaken voorkomen. Nou, het hele rijtje kan je lezen. Het kunnen zijn van hoofdpijn, migraine, hartkloppingen, haarverlies, minder zorgzaam, seksuele problemen, huidveranderingen. En een positieve zijn bijvoorbeeld motivatieveranderingen. Vrouwen kunnen in deze levensfase ook ineens keuze maken voor zichzelf. En dat ze dus bijvoorbeeld een andere werk gaan zoeken of een andere man of maakt niet uit, maar ze hebben nu ineens zoiets van nou ben ik aan de beurt. En dat vind ik nou juist het leuke wat de overgang met je kan doen. Maar ook de figuurverandering, zeg altijd heel flauw, we worden van een peer een appel, hè. Je taille verdwijnt wat, je krijgt wat meer buikvet. En dat is natuurlijk ook een stukje veroudering wat in gang gezet wordt door het veranderen van de hormonen. Nou, hier nog een keer op deze slide op een rijtje. Meest voorkomende zijn inderdaad de opvliegers met het domino-effect. En ook helemaal onderaan, maar niet onbelangrijk, ook de stemmingsklachten, depressieve klachten of soms zelfs een depressie. En het gros van de vrouwen hebben een van deze klachten in meer of mindere mate. Maar er is best een grote groep die ernstige klachten hiervan heeft. En als je dan kijkt naar werk en dagelijks leven, dan is uit onderzoek gebleken, in Engeland is het meeste onderzoek gedaan naar overgangsklachten en werk. En dat is Amanda Griffiths geweest. En die heeft dat gemeten. En dan zie je dus eigenlijk dat klachten die thuis in de dagelijkse situatie, dat is de rechterkolom, misschien wel hinderlijk zijn, maar nog meevallen. Maar vooral die let op die linkerkolom. Dan zie je dus dat op de werkvloer die klachten ineens als veel intenser, veel heftiger en veel belemmerder worden ervaren. En dat gaat met name, en die zijn wat dikker gemarkeerd, de slechte concentratie, geheugen, maar daardoor misschien ook wel minder zelfvertrouwen. En die opvliegers, die zijn er dus ook wel, maar die staan helemaal niet zo eens op de voorgrond. Dus dit zijn de klachten waar vrouwen echt tegenaan lopen.
Mooi plaatje van uit het boek van, nou ben ik even kwijt, dat is leeftijd hoor, is geen overgang. Hoe ze ook alweer heet, Francine Oma is het. Die geeft heel mooi weer hoe dat nou precies zit. Hè? Dus de menopauze is het moment waarop je stopt met bloeden. En dit is nog een keer een overzichtje. En straks heb ik een slide van hoeveel vrouwen er nou eigenlijk werken in deze levensfase. En dat die klachten dus ook wel kunnen beginnen terwijl je nog gewoon menstrueert. Hè? Dat wordt vaak gedacht. Ik ben nog ongesteld, dus het kan de overgang niet zijn. Niks minder waar dan dat. Dat kan zeker al wel de overgang zijn. En heel flauw, als je al start met klachten voor je menopauze, dan heb je eerder 10 jaar last van overgangsklachten dan als die klachten starten na je menopauze. Dus er wordt vaak gezegd, het hoort bij het leven, je moet er even doorheen, het gaat vanzelf over. Ja, dat is hoop ik echt achterhaald. En ik hoop echt dat niemand dat meer ooit te horen krijgt. Want het gaat wel vanzelf over, maar het kan soms ontzettend lang duren. En daar moeten we dus iets mee. Hoe lang duren die klachten? Ja, 2 tot 10 jaar. En soms nog wel langer. En er zijn wel een aantal factoren waaruit bij een groep vrouwen wel wat meer klachten kunnen hebben. Met name als je al gevoelig bent voor stemmingsklachten of stress. Hè. Stress is nog nooit ergens goed voor geweest. Maar stress kan overgangsklachten heviger maken, ook langduriger. Maar ook vrouwen met bepaalde stemmingsklachten en vooral depressieve klachten, die kunnen veel meer last hebben van overgangsklachten en ook veel langer. Dus als je je laat behandelen, daar kom ik later op terug, op wat voor manier dan ook voor overgangsklachten, dan is dat niet iets wat je een halfjaartje doet. Dat moet veel langer. Een longontsteking behandel je ook niet met 1 dagje antibiotica, maar zo lang als nodig is. En je moet vooral niet tussentijds gaan stoppen om te kijken of je nog klachten hebt, want dat kan juist meer klachten geven en zelfs meer kans op hart- en vaataandoeningen. En die stemmingswisselingen, wat bedoelen we daar nou eigenlijk mee? Er wordt vaak gedacht dat je van de overgang een depressie kan krijgen, maar dat klopt niet. Een depressie is echt een psychiatrische diagnose. Depressieve klachten is echt wat anders. En als je heel slecht slaapt, dan word je dus kapot moe. En dan heb je dus ook veel meer kans dat je gevoeliger bent voor die stemmingsklachten. En als je in je voorgeschiedenis al een keer een depressie hebt gehad, en vooral als dat een hormonale depressie is, bijvoorbeeld na een bevalling of rondom een zwangerschap, dan is de kans dat je dat terugkrijgt in die overgang, want dat is natuurlijk een hormoonverandering bij uitstek, is 2 tot 4 keer zo groot. En als je dat niet weet, dan kan je daar enorm door worden overvallen en dan wordt het vaak ook niet goed herkend. En hormoontherapie, daar kom ik straks op terug, die is niet bedoeld voor een depressie, maar kan het wel ondersteunen, want je kan vrouwen weer beter laten slapen. En vergis je niet hoeveel energie opvliegers vreten. Hè? Dat is ongelooflijk. En daar helpt hormoontherapie natuurlijk wel goed tegen. Ja, hormoontherapie is natuurlijk wat in Nederland lopen we met heel veel dingen altijd een beetje achter. Hè? Denk aan de pijnbestrijding bij de bevalling. Maar ook aan het behandelen van overgangsklachten. Er is een groot onderzoek geweest in 2002. En dat was in Amerika waarbij oudere vrouwen, en dan bedoel ik echt 60 plus, ik mag dat zeggen. Waarbij oudere vrouwen behandeld werden met hormoontherapie, met producten die in Europa nooit op de markt zijn geweest. En dat is dus een veel oudere groep dan de huidige groep waar wij het eigenlijk over hebben. En het bleek dat in die groep vrouwen met deze producten, per 1200 vrouwen was er 1 extra geval of 1 vrouw extra die borstkanker kreeg. En een journalist die heeft die studie gelezen, had geen cursus in statistiek gevolgd, en die heeft grote koppen in de krant gepubliceerd dat je door hormoontherapie 26 keer meer kans krijgt op borstkanker. Dat is die beeldvorming, die blijft
blijft helaas in Nederland nog heel erg hangen. Wij lopen daarin echt achter op de rest van de wereld en Europa. Dus er wordt heel veel gemopperd op die studie. Maar we hebben ook hele goede dingen van die studie geleerd. Wat we ervan geleerd hebben is dat het risico op borstkanker bepaald wordt door het type progesteron wat in de hormoontherapie zit. En met name dat type progesteron uit die studie, die gaf echt een verhoogd risico op borstkanker, is in Europa nooit op de markt geweest. Maar ook vanaf je eigen leeftijd. Vanaf 50 heb je gewoon op basis van je leeftijd meer risico op borstkanker. Dus 50 plus is een ander verhaal dan 50 min. Maar ook hoe lang je het geeft. Meestal lukt het wel om binnen de 5 jaar te blijven. Ruim langer dan 5 jaar geeft ook een leelicht verhoogd risico. En vrouwen die geen baarmoeder meer hebben, hoeven geen progesteron te gebruiken en alleen oestrogeen. En in die groep bleek dat die vrouwen zelfs minder kans hadden op het krijgen van borstkanker dan als de vrouwen die geen hormoontherapie gebruikten. Dus er zitten nogal wat ins en outs aan. En als je nou kijkt, hè, want het risico op borstkanker of de angst daarvoor in de spreekkamer horen we natuurlijk vaak. Maar even flauw om te relativeren. Roken en weinig bewegen geven ook een hoger risico. Maar als je in dit staatje kijkt, dan zie je dat als je boven de 50 bent en echt overgewicht hebt, dan is je risico op borstkanker dubbel zo groot ten opzichte van als je die twee factoren niet hebt. En een hele flauwe boosdoener is de alcohol. Elke dag 2 glazen alcohol of 12 tot 14 eenheden in de week geven 1,5 tot 2 keer verhoogd risico op borstkanker. En dan moet je denken aan ongeveer 24% kans. Ja, we proberen het altijd positief te brengen, maar ik ga het niet helemaal waarmaken. Want ik noemde al dat die overgang, die verandering van hormonen, is ook een beetje een kantelpunt voor onze gezondheid. Want we worden daarna ook ouder, gelukkig. Hè? Heel veel vrouwen willen graag ouder worden, maar we willen natuurlijk allemaal niet ouder zijn. Snap ik heel goed. Maar ook al zie je er nog zo goed uit, er gaat toch wat veranderen in je lijf. Behalve die figuurverandering en je stofwisseling die verandert. Hè. Je verbrandt trager, dus je hebt ook minder calorieën nodig. Maar je ziet ook een verandering van je vetten, dus het zogenaamd lipideprofiel. Dat betekent dat je cholesterol en vooral je slechte cholesterol kan gaan stijgen, maar ook je bloeddruk kan gaan stijgen. En hart- en vaatziekten staat helaas nog steeds met stip op 1 voor onze gezondheid en onze levensverwachting. Dus ik roep altijd, ken je risicofactoren. Als jij bijvoorbeeld in de voorgeschiedenis in een zwangerschap ook al hoge bloeddruk hebt gehad of een zwangerschapsvergiftiging, of als je bekend bent met migraine of veel miskramen hebt gehad, dan heb je al slechtere vaten, heb je een groter risico op hart- en vaatziekten. Dus neem daar bij tijds actie op. En dan waar we het eigenlijk vandaag over hebben, hoe gaat dat nou met vrouwen op de werkvloer? Hier kan je zien dat de helft van de wereldbevolking is vrouw. En van in Nederland, dit zijn Nederlandse cijfers, dat loopt altijd wel een beetje achter op tegenwoordig. Dus het is nu 2022, maar deze cijfers zijn uit 2017, 2018. En de helft van al het betaalde werk in Nederland wordt door vrouwen gedaan, zowel full als parttime. En 64% van de vrouwen is aan het werk versus 75% van de mannen. Dus dat verschilt eigenlijk niet zoveel. En we zien ook een verschuiving de laatste jaren dat er veel meer vrouwen fulltime zijn gaan werken ten opzichte van parttime. Dus die balans slaat wat meer door naar de fulltimers. Maar wat we ook zien is dat er in de leeftijdsgroep, vooral van 45 tot 55 jaar, en denk ook naar wat ik eerder zei, hè, over die klachten en die menopauze, daar zit de piek van het verzuim. En natuurlijk hoeft dat echt niet altijd alleen overgang te zijn. Hè? Want je krijgt ook de zogenaamde levensfaseproblematiek. Flauw woord, maar kinderen die de deur uitgaan. Misschien problemen met een onvervulde kinderwens. Rouw, maar ook mantelzorg. En wat je merkt is dat op de werkvloer, en in Engeland is daar heel mooi onderzoek naar gedaan, dat als vrouwen nachten niet slapen en heel erg moe zijn na een bevalling en een huilbaby,
baby hebben, dan heeft iedereen, alle collega's, daar begrip voor. Wil ze helpen, werk uit de handen nemen. Maar als jij 's nachts niet slaapt door de overgang en zo moe bent door al die opvliegers, dan moet je er vooral niet over zeuren. Dus we moeten echt naar een andere mindset. Overal en zeker ook op de werkvloer. Want werk, dat ervaar je, voel je misschien niet elke dag, elk moment. Maar werk heeft eigenlijk een heel positief effect op je. Werk is goed voor je. Werk zorgt voor een betere gezondheid, meer zelfwaardering. Je krijgt ook kansen om jezelf wat beter te ontwikkelen. En het is aangetoond dat als je werk hebt en je voelt je daar goed bij, dat het ook meer kwaliteit van leven geeft en minder stress juist. Dus zo zou je het eigenlijk elke dag willen hebben. Dat is een onderzoek, ook weer uit Engeland, gedaan. En natuurlijk spelen ook andere dingen daar een rol bij. Werk geeft ook geld. En geld maakt natuurlijk niet gelukkig, maar het is wel lekker als je wat hebt. Maar het kan je ook een status geven, een bepaalde identiteit. En daardoor voel je je beter en heb je ook meer gevoel van eigenwaarde. Wat niet goed is in werk als er stress is. En dan met name als er werkgerelateerde stress is. Werkstress is een heel ingewikkeld iets. Wat we wel weten, want er wordt vaak gezegd van je kan door de overgang een burn-out krijgen. Of is het nou een burn-out of de overgang? Zo zwart-wit ligt het dus helemaal niet. Het is, de definitie van een burn-out is langdurige stress in combinatie met vermoeidheid. Nou, als je terugdenkt aan het begin, dat niet slapen en die energievreters, die opvliegers, dan ben je natuurlijk vreselijk vermoeid. Dat geeft je weer stress. Overgangsklachten kunnen ook weer meer werkstress geven. Verminderd geheugen, concentratie. Stel, er komt ook weer een nieuw computerprogramma. Hoe moet ik dit gaan doen? En daarom is het een beetje een glijdende schaal en niet heel zwart-wit. Dus de overgang kan al veel sneller tot een burn-out leiden dan alleen de werkstress. Het helpt zeker niet mee. En overgangsklachten geven dus ook een effect op ziekteverzuim. 12% van de vrouwen, en er zijn zelfs Nederlandse onderzoeken, die hebben aangetoond dat 1/3 van alle vrouwen die verzuimen in deze leeftijdsgroep, dat daar een link is met overgangsklachten. En wat lastig te meten is, is het zogenaamde grijze verzuim. Dat noemen we presenteïsme. En presenteïsme is eigenlijk dat wat Isa in het begin al een beetje noemde. Je bent gewoon heel erg moe, je hebt minder geheugen, concentratie, je bent op je werk, maar je bent gewoon minder productief. En dat noemen we presenteïsme. Dat is dus lastig te meten. En dat betekent dus dat de overgangsklachten echt een effect hebben, niet alleen op ziekteverzuim, maar ook als je wel aan het werk bent. En wat we ook weten, en dat is in Engeland ook allemaal onderzocht, hè, de verwijzingen staan daar onderaan, is dat vrouwen zien overgangsklachten nog steeds als een taboe en schamen zich ervoor. Dus maar 1/3 van de vrouwen die meldt dat echt bij de leidinggevende. We hebben net een mooi voorbeeld gehoord van iemand die dat wel kon, maar voor 2/3 van de vrouwen geldt dat dus helaas niet. En hoe meten ze dat nou? Nou, je meet de zogenaamde Workability Index, de WAI. En dat is niet iets wat je objectief meet, want dat meet een werknemer, of het nou vrouw of man is, maakt niet uit. Die meet dat namelijk zelf, want jij bent zelf heel goed in staat om te bedenken sorry, hoe goed jij kan presteren op je werk. Dus het zegt niks over je prestatievermogen, maar meer hoe je dat zelf vindt. En wat blijkt nou? Vanaf 51ste jaar zijn er zowel voor mannen als voor vrouwen echt aanpassingen op het werk nodig. Want iedereen ervaart toch een afname van hun Workability Index. En als die score, als naarmate die score slechter is,
is er dus ook meer, het is er ook directe link met overgangsklachten en omgekeerd. En ook met verzuim. Dus vrouwen met hinderlijke, ernstige overgangsklachten zitten dus veel negatiever in hun workability score. En we denken, of we weten eigenlijk wel zeker, omdat dus 2/3 van de vrouwen het niet durft te melden, dat dit echt een onderschatting van de cijfers is. Want er wordt vaak belachelijk over gedaan, flauwe grappen gemaakt. En ja, dan ga je je mond wel houden en durf je het niet meer te zeggen. In totaal, en dat is ook uit Nederlandse studies gebleken, overgangsklachten geven afhankelijk van de mate van de overgangsklachten 6 tot 8 keer meer kans op ziekteverzuim. Nou, we weten allemaal hoe het personeelstekort nu is en hoe weinig mensen er zijn. Dus ik denk dat er heel veel winst te behalen is als we vrouwen goed gaan behandelen. En die vermoeidheid is echt iets wat het meeste genoemd wordt. We hebben in het Amsterdam UMC een pilotstudie gedaan, waarbij we gekeken hebben naar mate van opleiding en overgangsklachten. En Marianne Zwagerman heeft zich ooit verzet tegen lager- en hoogopgeleide, maar noemt dat praktisch en theoretisch opgeleide. Dat vond ik zo mooi, dus die heb ik meteen overgenomen. Het verzuim bij praktisch opgeleide is ongeveer 38%. Dat is best hoog. Maar bij de theoretisch opgeleide is het verzuim 20%. Dat is veel lager. Maar wat hebben we nou gevonden? Dat de vrouwen die praktisch zijn opgeleid, die melden zich vaak een dagje ziek of 2 dagjes ziek om even bij te tanken. En de theoretisch opgeleide vrouwen, die gaan langer door. Die compenseren in de weekenden en in de avonden. En die gaan op een gegeven moment, die werken zich letterlijk over de kop. En die krijgen dus een burn-out. Dus dat is de grootste groep. Marije Geukens, gynaecoloog in Nederland, die heeft onderzoek gedaan bij een kleine groep, met name verpleegkundigen, waarbij ze gekeken heeft met een score, dat de Green Climacteric Scale is de meest gangbare score waarin je de mate van overgangsklachten kan meten. En als er dus een interventie was, en dat varieerde van behandeling met hormoontherapie tot aanpassingen op het werk, tot goede informatie, maakte niet uit, maar als die vrouwen gehoord werden en er werd iets serieus mee gedaan, en met name ook somberheidsklachten was een veelgehoorde klacht, dan zag zij dat die workability score, dat dat echt leidde tot betere werkuitkomsten. Dus zo ingewikkeld is het niet. Vrouwen ervaarden zich beter, het presenteïsme werd minder, dus als ze op de werkvloer waren, dan ging het ook beter met ze. Het werkvermogen werd verbeterd, maar met name ook die somberheid klachten namen af. Dus dat is een hele mooie uitkomst. Het is helaas een kleine studiegroep, dus er volgt nog een vervolgstudie. Maar er is dus heel veel winst te behalen en zo moeilijk is het allemaal niet. Dus we hebben eigenlijk voor een aantal groepen hebben we wat aanbevelingen. Voor de werkvloer geldt dat, ja, creëer een vriendelijke omgeving. Menopause friendly, menopauze vriendelijk. Humor, oké, maar gepaste humor en geen flauwe grappen. Zorg voor bespreekbaarheid. Dat hoorden we net ook al even. Ja, het klinkt een beetje als een open deur, maar het is o zo belangrijk. En kennis moet er ook zijn. Kennis ook bij teamleiders, bij leidinggevenden, dat die ook weten wat de overgang is en wat erbij hoort. En daar is ook verscholing voor nodig en een voorbeeldfunctie van andere mensen. Aanpassingen op de werkplek, zo moeilijk is het niet. Goed sanitair, koud drinkwater, raam moet open kunnen. Hier is een prachtig toilet, dus dat maar dan met een verkoeling. Dus dat was al heel goed hier. En de flexibiliteit. We hebben zelf op de poli ook een verpleegkundige. Die komt wat later en iedereen kan om 4:30 naar huis. En zij blijft nog wat langer om de kamers aan te vullen en op te ruimen in haar eigen tempo. Iedereen blij. Zij kan het op haar manier doen. En de rest kan weet zeker dat ze altijd op tijd naar huis kunnen. Dus zo moeilijk is het niet. Maar ook de zorgprofessionals en de meeste, ja, waar vrouwen het meeste terechtkomen, is natuurlijk in eerste instantie bij de huisarts, maar ook bij de gynaecoloog. Denk
altijd en vraag er ook naar. Vraag naar die overgang. Vraag ook wat voor werk je doet. Soms kan het echt, hè, denk bijvoorbeeld aan uniformen, verpleegkundige uniformen, maar ook de brandweer, de politie, nou noem maar op. Het is altijd synthetisch, ja. Dat is niet fijn als je opvliegers hebt. Zorg dat er goede behandelingsopties zijn. En zorg ook voor goede kennis. Er zijn genoeg nascholingen. En een belangrijke groep die gelukkig dat nu echt goed aan het oppakken is, dat is ook de bedrijfsarts. Vorig jaar een keer gekeken naar hoe vaak er bij vrouwen die zich ziek melden of arbeidsverzuim hadden in de leeftijdsgroep 40 tot 60, hoe vaak er gevraagd is naar de overgang. En dat was maar bij 2% van alle vrouwen het geval. Nou, als je dus weet dat 1/3 van de vrouwen verzuimt vanwege overgangsklachten, er wordt dus gewoon niet naar gevraagd. Dus daar moeten we mee beginnen. Dus we hebben een mooi standpunt geschreven. Dat is dus ook een van de dingen die de Dutch Menopause Society dan doet. Samen met de NVAB, dus de beroepsvereniging voor bedrijfsartsen. Waarin we dus ook adviezen en aanbevelingen gedaan hebben hoe je om moet gaan met overgangsklachten op de werkvloer. En wat de bedrijfsarts daarin voor je kan betekenen. En wat we heel graag zouden willen, bij veel bedrijven is er bijvoorbeeld een preventief consult bij de bedrijfsarts voor een zwangerschap. In het begin van de zwangerschap, wat er allemaal op je pad kan komen, hoe je ermee om moet gaan, hoe je dat daarna moet doen. En ja, hoe logisch zou het zijn als die er nou ook zou komen voor de overgang? Dus dat is onze volgende stip op de horizon. De erkenning en de herkenning van klachten, dat is wat ik al jaren roep. Daar moet meer aandacht voor komen. En bespreekbaarheid begint natuurlijk ook bij de vrouwen zelf. Dus als je je mond houdt, ik had laatst een patiënt en die zei van ja, ik zit in een groep, vriendinnengroep en we zijn met z'n 18e en ik ben de enige met overgangsklachten. Ja, dat kan natuurlijk niet. Dus ik zei meteen minstens 8 liegen er. Dus we moeten ook ons er niet voor schamen. En het zelf bespreekbaar maken. Dus we moeten het met elkaar doen. En ik ben ervan overtuigd dat we dat kunnen. Ik ben een geboren en getogen Amsterdamse. Een van de grootste filosofen uit Amsterdam heeft altijd gezegd, je gaat het pas zien als je het doorhebt. Ja. En zo is het precies. Dus vraag ernaar, maak het bespreekbaar. Dan komen we er vast met z'n allen. Gaan we betere tijden tegemoet, hopelijk. Dank jullie wel. Dank je wel, ja. Wow. Ik hoop dat... Ik hoop dat jullie er wat van op hebben gestoken. We gaan hier nog uitgebreid over napraten. Wat nog wel belangrijk is om te weten, is dat het CNV heel veel overleggen voert met werkgevers, koepels en met de politiek over dit onderwerp. Hartstikke belangrijk natuurlijk. En ook fijn dat het CNV dat doet. En bovendien is jullie feedback daar eigenlijk voor nodig. Dus als er dingen niet goed gaan bij jou op het werk, waarvan je denkt, dat zou beter kunnen. En niet vanuit de werknemers, maar vanuit de werkgevers. Dingen die geregeld kunnen worden op de werkvloer. Een aantal voorbeelden die gegeven zijn. Tips, tricks, vragen. Maak het bespreekbaar via het CNV. Jij kan er zo meteen misschien ook meteen nog wat meer over vertellen. Ook dat kan je mailen naar overgang@cnv.nl. Ondertussen is de enige man in ons gezelschap, we komen zo meteen toe aan de vraag hoor, bij ons gekomen. Sybren, ik denk dat jij ondertussen de overgang kan dromen. Nou, zover gaat het nog niet. Ik hoor steeds weer nieuws en ik vind het ook steeds weer interessant ook om te horen. Mijn naam is Sybren Visser en ik ben communicatieadviseur bij CNV Collectief. Ja. En in die rol ook betrokken bij dit project. We zitten op een breekpunt in dit webinar. Mensen die de gelegenheid nodig hebben om even wat te drinken te pakken, kunnen dat even doen. Maar misschien vind je het wel veel leuker om te blijven kijken. En dan hebben we een pauzeprogrammaatje, zullen we maar zeggen, voorbereid met een Mentimeter. Je kunt inloggen, je gaat naar menti.com en dan tik je de code in die daar op het scherm ook staat. 4189-6312. En dan heb ik een paar meer keuzevragen en een paar aardige onderwerpen om even kort met elkaar te bespreken.
Terwijl iedereen bezig is daar naartoe te gaan en in te loggen, vertel ik dat een van de eerste vragen die ik zou gaan stellen te maken heeft met het onderzoek wat wij als CNV gedaan hebben onder werkgevers en leidinggevenden. We hebben namelijk nagevraagd of zij bij hun bedrijf beleid hebben wat ingaat op de problematieken van vrouwen met overgangsklachten. Hebben ze er aanspreekpunten voor? Weten leidinggevenden wat ze doen moeten? Hebben ze procedures? Hebben ze afspraken over misschien wel later beginnen? Of andere dingen die je kunt regelen? Nou, daar hebben we een navraag naar gedaan. En daar hebben we een antwoord op gekregen. En nou maken we er eerst even een soort quizvraagje van. Hoeveel procent van de bedrijven heeft hier beleid op? Zou dat volgens jou bijna niemand zijn, minder dan 20%, dan kies je voor de eerste optie. En volgens mij kunnen we naar de slide waar de vraag ook te zien is. Ja, dat kan ik doen. We kunnen naar de vraag waar de slide op te zien is. Is er bij jouw bedrijf aandacht voor de overgang? Hoeveel procent van de bedrijven heeft dit geregeld, denk jij? Bijna niemand, minder dan de helft, ongeveer de helft. Wat meer dan de helft, 60-80% of bijna allemaal. Kijk, in de ideale wereld zijn we natuurlijk zover dat dat helemaal naar rechts is verschoven. En dat binnen alle organisaties en bedrijven daar voldoende aandacht voor is. Maar de inschatting hier bij de webinarkijkers is somber. Minder dan 20% krijgt verreweg de hoogste score. Het is ietsje minder ongunstig dan hier wordt ingeschat. Wij komen uit in onze meting dat 7 op de 10 werkgevers geen tot nauwelijks aandacht hebben voor de impact van de overgang op hun vrouwelijke werknemers. Dat is nog steeds veel, maar het is niet zo weinig als jullie hebben ingeschat. Slechts 4 op de 10 werkgevers voert beleid gericht op werknemers in de overgang. Nou, dit staat allemaal uiteengezet in een persbericht. En als je er veel meer over wil lezen, dan kun je die vinden bij ons op de website. Ga dan naar www.cnv.nl/overgang. Als het nou gaat over het afspraken maken met je leidinggevende, wat is je eerste gevoel daarbij? Nou, nee, dat echt nooit. Dat is meteen de eerste. Ja, als het moet, dan wil ik daar wel over nadenken. En iemand, wil ik eigenlijk best wel, of dat gebeurt eigenlijk al regelmatig, is hier prima geregeld. Je ziet dat de balkjes een beetje in hoogte ten opzichte van elkaar nog hun positie zoeken, maar jawel hoor, scoort hier eigenlijk best wel hoog. En dat vind ik een positief signaal. Geeft aan dat in elk geval bij de bezoekers hier toch een gevoel bestaat van het is eigenlijk best bespreekbaar. En eerlijk gezegd heb ik ook wel begrip voor de mensen die zeggen, ja, nou, als het echt moet. Want je bespreekt dingen waar je niet zo heel prettig voelt, ook weer niet met vol enthousiasme. Dus dat daar wat bezwaar of belemmering mee zit, is misschien niet zo gek. Maar ik ben blij met de 30 mensen die zeggen van ja, dat kan eigenlijk best. Herken jij nou de volgende gedachte? Ik wil mijn leidinggevende niet lastigvallen met mijn sores. Als dat de gedachte is die je herkent, dan zeg je, dat denk ik wel. En als je zegt, dat is een gedachte die komt bij mij niet voor, dan geef je het eerste antwoord. En die gaan aardig gelijk op. Het is echt een beetje 50-50. Laten we er geen verkiezingen op bouwen. Het interessante is dus wel dat dit gaat over hele persoonlijke gedachten. Hè? Ben jij het waard dat je met je leidinggevende een gesprek aangaat over iets wat voor jou belangrijk is? De volgende vraag. Als ik het ga bespreken, levert dat toch alleen maar extra stress op. Dat zegt meer over je beeld van je leidinggevende waarschijnlijk en van de organisatie waarin je werkt. en het vertrouwen wat je in je leidinggevende hebt. En dat is een positief signaal wat ik hieruit naar voren kom. Want het levert zeker niet alleen maar extra stress op. Blijkbaar zien we mogelijkheden. Blijkbaar zien we kansen om verbeteringen te realiseren. Dus er is veel meer te behalen dan alleen maar extra stress met het aangaan van een gesprek over dit onderwerp. Nou, dat is heel fijn. Ik ben natuurlijk wel heel benieuwd naar jullie associaties bij praten over de overgang met je leidinggevende. Daar maken we een woordenwolk van. Dat betekent, je kunt intypen welke gedachten erin bij je in opkomen
En die zien wij dan in het scherm verschijnen. En dan kun je dus zien welke gedachten we allemaal zo hebben bij praten over de overgang met je leidinggevende. Daar moet even over worden nagedacht. Of het worden hele lange woorden. Of er zijn gewoon geen associaties bij, dat kan ook. Ah. Vertrouwen staat er al heel gauw. Veiligheid is nodig, openheid, erkenning. Dat het lastig is, wordt ook wel duidelijk gezegd. Je kunt je opgelucht voelen als het is gelukt. Generatieverschil kan heel lastig zijn. Lastig begint toch eigenlijk wel een centrale plek te krijgen. En veiligheid danst daar omheen, hè? Ja. Kwetsbaar opstellen. Iets wat je beperkt, zie ik langskomen. Oprechte aandacht is een hele belangrijke natuurlijk. Dat wil je graag, dat er oprecht geluisterd wordt naar waar je mee bezig bent. Iemand die verzucht, dat vind ik ook een mooie. Heel eerlijk. Frustratie zie ik langskomen. Oplossing, het besef dat het er is. Wat een mooie reacties krijgen we hierop. En het is altijd aardig om zo'n woordenwolk te zien ontwikkelen. Mensen even ook de tijd te geven om erover na te denken. En dan zie je dat er toch steeds meer begrippen bijkomen. Dan gaan we straks in op allemaal vragen die jullie via de chat stellen. Die gaan we met het panel bespreken. Maar één vraag heb ik nu eigenlijk alvast aan jullie voor de volgende keer. Want nu hebben we het over het bespreekbaar maken op je werk. De vorige keer ging het over de mentale kanten van de overgang. En de eerste keer nog meer over de fysieke manieren waarop de overgang zich laat zien. Dat heb je ook natuurlijk net weer langs horen komen. Wat zou nou een onderwerp zijn waar je voor een volgende keer graag op in zou schrijven? Moet het gaan over voeding en de overgang? Of over leefstijl en de overgang? Of, en dan heb ik toch ook nog een rolletje, mannen en de overgang. Ook leuk. Leuk. Ja. Ik ben benieuwd wat er wordt gekozen. En dan zie je dus elke, nou, leuk. Dat kan je elke stem levert een stukje. Ja. We moeten er wel op drie te gaan. Jongens. Voeding kan natuurlijk wel bij leefstijl. Hè? Voeding en leefstijl ligt dicht bij elkaar. Samen. Ja. Misschien moeten we die maar samen pakken. Daar kunnen we natuurlijk ook heel lang over praten. Ja. Nou, en het leuke is, in de volgende keren gaan al deze onderwerpen wel langskomen. Behalve de mannen, hebben we een speciaal webinar. We hebben een speciaal webinar in aantocht over mannen en de overgang, maar dat wordt dan ook men only. Jazeker. Dus of je daarnaar mag gaan meekijken, dat is nog maar de vraag. Dat is, daar komen we nog op terug. En met jullie? Wij mogen wel. Ja. Spannend. Ja, leuk. Ik denk dat het tijd is om naar de vragen aan het panel te gaan. Ja, zeker. Graag terug aan jou, Evelien. Ja. Ja, en ik wil eigenlijk... Dankjewel, ja, Sybren. Ja. Leuk, de vragen. Eigenlijk wil ik even beginnen bij onze werkgevers... om daar even een vraag aan te stellen. Want als ik het goed begrijp, Jolanda... Ook even mijn internetverbinding weer herstellen. Dat is ook wel belangrijk. Even naar Rijnmond. Rijnmond, ja, daar zijn jullie weer. Ja, hallo, we zijn weer. Hallo. Ja, eigenlijk zijn jullie menopauze vriendelijk, friendly. Zoals dat net zo mooi benoemd werd. Kunnen jullie een aantal voorbeelden geven daarvan? Hoe jullie dat doen? Ja, ik denk voor de voorbeelden ga ik zo even naar Julika. Maar ik vind wel, ik merk een beetje als ik naar deze presentatie en ook de vragen lees, zeg maar, presentatie luister, vragen lees, dat ik dat persoonlijk en voor onze organisatie helemaal niet zo herken wat hier allemaal gedeeld wordt en langskomt. Dus wij zien het niet per se als een probleem om erover te spreken en er oplossingen in te zoeken. Maar ik vind het, ja, misschien komt het omdat wij zelf ook doelgroep zijn en omdat we een organisatie hebben die uit, 95% uit vrouwen bestaat. Voor een groot deel ook in deze leeftijdsfase, dat wij er redelijk goed met elkaar uitkomen. Dus ik heb niet het idee dat het bij ons een enorm huge issue is in de organisatie. Maar we hebben er inderdaad wel aandacht aan besteed in ons duurzaam inzetbaarheidsprogramma, wat vele facetten kent. Om iets te noemen, we hebben ook heel veel voor jonge vrouwen met kinderen. Geeft ook allerlei vraagstukken waar we iets mee moeten. Maar de focus ligt deze maanden op overgang en daar is Julika vooral de trekker van. Dus misschien kun je nog iets van de aanpak toelichten. Ja. Ja, wat Jolanda al zegt, wij hebben dat duurzaam inzetbaarheidsprogramma. Daar kunnen mensen heel makkelijk via ons intranetprogramma op doorklikken. En dan klik je nog een keer door en dan zie je allerlei stukken informatie over de overgang.
Dat is één. Dat is dus altijd beschikbaar op het moment dat jij je daarin wil verdiepen. En waar wij 1,5 jaar geleden mee begonnen zijn, is een workshop te geven. En die doen we doorlopend voor 8 à 10 vrouwen tegelijk. En die mag ik geven als coach. En die geef ik heel graag. Ik ben er ook mee gestart. Ik heb hem zelf ook ontworpen. En daarin herken ik alle vragen die langskomen in de kantlijn. In die zin, ik herken ze. Maar wat zo mooi is in zo'n workshop, en wat ik ook in de kantlijn al zie gebeuren binnen de chat, de vrouwen die meedoen, die gaan elkaar meteen tips geven. En dat gebeurt hier ook al. En dat is de grote kracht van die workshop. Erover praten. Het doel is uit de taboes weerhalen voor zover die er nog wel is. Maar met name vrouwen met elkaar in contact brengen binnen onze organisatie, waar misschien wel 600 vrouwen werken, om met elkaar de dingen te bespreken, herkenning te vinden, te delen, het gevoel hebben, het mag er zijn. Ik hoor heel vaak, jeetje, dit hoort er dus ook bij. Ik ben niet de enige. Ze kunnen elkaar tips geven. Ook, jeetje, hoe doe jij dat met je manager? Zal ik het nou wel of niet bespreken? Dat platform geven wij ze doorlopend. Nou, dat is misschien wel een idee dan inderdaad om op te pakken ook. Dat het dan misschien niet vanuit de leidinggevende, maar met elkaar binnen een bedrijf opgepakt kan worden, zo'n workshop. Het is vast altijd wel een voortrekker, toch, in dit soort zaken. Ik wil even ingaan op de eerste vraag die gesteld wordt via de chat. Overgangsklachten, ik denk dat ik bij jou moet zijn, Dorinda. Overgangsklachten lijken sterk op overbelasting of overspannenheidsklachten. Hoe weet je nou wat er aan de hand is? Overgang of overspannenheid? Ja, dat zei ik al. Hè. Het is niet zo heel zwart-wit. Dus het is met name stress verergert weer overgangsklachten. Overgangsklachten verergeren weer stress. Ja, er zijn vaak ook wel andere klachten. Met name dat transpireren is wel vrij specifiek. Dat is, en dingen als hartkloppingen en dergelijke zijn bijvoorbeeld meer passend bij stress. En weer minder bij de overgang. Maar kan er ook bij horen. Dus het is, ja, het lastige is, het is een soort glijdende schaal. Het is niet heel zwart-wit. Het een versterkt het ander. Dus wat vooral goed is, denk ik, is om met je arts in gesprek te gaan, huisarts, bedrijfsarts, en het gewoon eens goed op een rijtje te zetten. Maar je menstruaties kunnen daar ook een rol bij spelen. Je menstruatiepatroon, je leeftijd bijvoorbeeld. En het is wel zo dat je draagkracht, hè, of je draaglast, die balans, die is echt verstoord tijdens de overgang. Dus het kan ook beide zijn. Ja. Iets dat onze actrices misschien wel herkennen en wat voor jullie vak vrij onhandig is, lijkt mij, is een vraag van iemand die zegt, ik ben wollig in mijn hoofd, ik heb veel migraine en ik kan niet op mijn woorden komen. Dat is behoorlijk lastig in mijn werk. Graag advies. Ik zie Isa naar haar hoofd zuchten van herkenning. Ja, herkenning. En het is super ingewikkeld. Zeker, nou, ik denk ook als je een tijdje eruit bent. Dus bij ons bijvoorbeeld als je even niet speelt. En je wordt ineens weer even gevraagd voor iets. Dat je denkt, oh, wat is het eigenlijk lastig. Oh, dat kon ik hiervoor dus heel makkelijk. En dat kost me nu veel meer moeite. Nou ja, ik merk wel als je soms dingen weer vaker gaat doen. Alsof dat motortje weer opgestart wordt. Ja. Dus blijven doen, niet ontwijken in ieder geval? Ja, dat is toch een beetje hetzelfde als dat je denk ik valt en denkt, oh nee, ik moet niet meer gaan wandelen. Ja, nee. Je moet wel blijven wandelen. Je moet je benen weer sterker maken. En dat kan ook met je hoofd, deels, denk ik. Gina, heb je daar iets aan toevoegen? Ja, misschien wel. Dat hoop ik. Ik denk ook dat je het moet accepteren dat het zo is en daar ook eerlijk en open over moet zijn. Het is mooi, wij maken nu een podcast samen over de overgang, waar vrouwen kwaaltjes naartoe kunnen sturen. Maar hoe vaak wij niet op namen komen. Maar wat wij ook vooral doen is, je mag gewoon even helemaal zijn wie je bent in deze fase. En als het te erg wordt, is hormoontherapie misschien echt wel een optie. Ja. Want ik heb van heel veel vrouwen gehoord die dus dit soort klachtjes ook hadden. Die zeiden, ik ben aan de hormoontherapie gegaan en alsof er een soort, alsof ik weer terugkwam. Een soort deken van je afgetrokken. Ja, een soort sluier. Je hebt natuurlijk een aantal kanttekeningen gezet bij die hormoontherapie. En ik neem ook aan dat je
niet te snel daar weer mee moet beginnen met zo'n hormoontherapie? Nee, kijk, als wij, je moet eerst kijken wat het probleem is. Ja. En wij kijken dus op, in de spreekkamer ook heel uitgebreid naar voeding en leefstijl. Hè? Dus daar wordt een mooie webinar, die volgende. Ja, leuk. Maar dingen als, ja, het zijn een beetje open deuren ook, roken. Hè? Vrouwen die roken komen eerder in de overgang, erge klachten. Alcohol is een trigger, stress is een trigger. Dus we kijken eerst naar voeding en leefstijl, goede informatie. Daar kan je al mee beginnen. En ernstige klachten is hormoontherapie. Dat is, we werken met bio-identieke producten. Veel lagere doseringen dan vroeger. Dus het is echt veilig, mits je aan een paar regeltjes houdt. Anneke van het CNV zelf. Je wil iets toevoegen. Ja. Graag. Nou, van het werkgeverschap weer. Hè. Ik zit te denken, veel vragen, dat merk ik ook. Ik ben intern coach. Veel vrouwen komen bij mij aanvankelijk met een coachvraag. Ik ben zo vergeetachtig. Kan jij daar wat aan doen, jullie als coach? Soms dan zeg ik, joh, qua leeftijd vind je het leuk om mee te doen met onze workshop overgang. Dan merken ze dat ze niet de enige zijn. Dat geeft al verlichting. Wij blijven ver van de medische kant, wat Dorenda nu vertelt. Hè. Wat jij vertelt, dat daar dat doe ik niet. Ik ben niet, geen gynaecoloog, geen huisarts. Dus wat wij doen is met name ontmoeten, delen, klachten delen. Wij hebben een programma van, wij vertellen veel hormonale veranderingen en fysieke veranderingen. We hebben een bingo met atypische klachten die we spelen. En wie de minste psychische of atypische klachten heeft, die wint de bingo. En die krijgt een grote reep chocola toegestuurd. Daarna pakken wij weer serieus op van natuurlijk heb je klachten die wellicht medisch kunnen zijn. Die met hormoontherapie verholpen zouden kunnen worden. Wij verwijzen dus altijd, of laten mensen elkaar doorverwijzen naar, ga vooral naar je huisarts, naar je gynaecoloog. Als je twijfelt, als het heftig voor je wordt om daar verder te praten. Als coach pakken wij levensvragenstukken meer op. Om zo mensen ook te verwijzen naar de juiste richting. Maar het begin van erover praten. Of überhaupt de stap, oh dit zet mij inderdaad aan. Ik ga nu toch maar eens naar de gynaecoloog. Dat kan je als werkgever bieden. Denk ik. Mooi. Nog het voortrekt voordat ze misschien bij jou terechtkomen, Dorenda, of bij een huisarts. Sommige mensen zijn daar nog niet eens. Of bij een overgangsconsulent. Maar ik denk dat ze drukker krijgen naar aanleiding van weer. Nou ja, het gaat om bespreekbaarheid. Ja. Dat is het woord. Ja. Het is het codewoord van vandaag. Ja. Die mag zeker op de bingo-kaart. Ja, staat er misschien al op. Er is een vraag voor jou, Anneke. Wie gaat dit aan mijn jonge directeur vertellen? Komt er een campagne? Jazeker. Ik zou bijna zeggen van wie gaat het aan je jonge directeur vertellen? Misschien moet je het zelf ook doen. Denk even goed om te schetsen waar we op dit moment vooral mee bezig zijn. We hebben natuurlijk best wel onderzoek gedaan. We hebben onderzoek gedaan onder onze leden. We hebben onderzoek gedaan onder werkgevers voor heel veel gesprekken. Nou, we hebben de webinars, natuurlijk ook een heleboel input. Ik heb net ook alweer ijverig mee zitten te schrijven van de woordenwolk. We zijn eigenlijk drie stappen. We gaan ons richten nu op kennissessies. Dus ook kennissessies bij werkgevers. Vooral ook om werkgevers mee te nemen in het stukje kennis. We kwamen ook echt vanuit het onderzoek achter van ja, is echt het ontbreken van kennis bij werkgevers en ook wel bij vrouwen zelf. We willen graag de dialoog opstarten. En ook dat stukje begrip, nou, werd net eigenlijk ook al een aantal keren genoemd. En van daaruit gaan we ook richting oplossingen. Waarin we ook als CNV zijn willen ondersteunen met oplossingen bieden bij die specifieke werkgever. Of bijvoorbeeld verankering in de CAO. Hoe zie je dat voor je, verankering in de CAO? Meerdere mogelijkheden. Hè. We hebben natuurlijk heel veel CAO's onder onze hoede. We merken ook wel dat het wat dat betreft ook een heel nieuw thema is. Hè. Een overgang om dat in een CAO te krijgen. Ja. Uiteindelijk wel een hele grote groep natuurlijk die het aangaat. Maar daaraan zitten we te denken van inzet van duurzame inzetbaarheidsuren bijvoorbeeld. Om later te kunnen beginnen. Toegang tot hulpmiddelen. Ja, mijn collega's lachen me altijd uit als ik hulpmiddelen zeg. Maar dan hebben we altijd het beeld van zo'n rollator. Maar bijvoorbeeld wel toegang tot een overgangsconsulent. Dat je dat ook als werkgever zijnde financiert. Hè, en dat die mogelijkheden er zijn. Want dat weet jij misschien wel. Zijn er bij een, dat is een kleine linker omdat ik zeg dat misschien een werkgever dat kan. Zijn er bij zorgverzekeraars eigenlijk hulpmiddelen? De rollators.
mogelijk? Of is dat niet... Nou, een verpleegkundige overgangsconsulent wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Is dat wat je bedoelt? Ja, bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk ook goed om te weten. Want ik denk dat misschien wel mensen denken van... ja, maar dan word ik naar zo iemand toegestuurd en moet ik dat zelf betalen. Dus daar zouden... Vanuit de aanvullende verzekeringen wordt het vergoed. Ja, het mooiste zou zijn als het vanuit de basis. Daar moeten we naartoe. Ik ben in de Tweede Kamer geweest, maar ik kreeg hem er niet door. Maar wie weet wat er nog gaat komen. Ja, niet meteen opgeven. Nee, zeker niet. Dat moet aangezwengeld blijven. Maar misschien kunnen werkgevers daar zelf ook wel... Een rol in spelen. Jolanda, dan leg ik die vraag even bij jou neer. Maar ook workshops al, even los van de uitdaging. Maar wij hebben het inderdaad in onze CAO opgenomen. Die hebben we onlangs weer vastgesteld voor een komende kleine 2 jaar. Dus als thema waarover wij verder gaan uitwerken gedurende de looptijd. Dus ik weet niet of dat een antwoord op jouw vraag is, maar... Ik ben wel benieuwd inderdaad. Misschien zou dat wel inderdaad een mooie blauwdruk kunnen zijn voor wat het CNV... Ik zie dat jullie contact gaan hebben binnenkort. Wij hebben natuurlijk met jullie de collega's contact over de vorming van ons CAO. Hè? Ja. Dus die hebben dat ingepraat, zou ik bijna zeggen. Dus zij weten daar al van. Ja. Maar het is belangrijk om het daarin op te nemen. En het heeft niet alleen te maken met dat je dan in de actiestand moet komen, maar ook met de erkenning voor mensen die in deze fase zitten, dat ze teruglezen in de CAO. Ja, ik ben toch wel nieuwsgierig, want voor jullie is het natuurlijk toch vanzelfsprekend. Hè? Dat hebben jullie gezegd. We zijn een bedrijf met heel veel vrouwen bij elkaar. Maar ik kan me ook voorstellen dat jullie misschien een voorbeeld willen zijn voor bedrijven waar jonge mensen werken. Misschien jonge directeuren in de vorm van mannen. Gaan jullie daar ook wel eens mee in gesprek? Ik bedoel daarmee, voel je ook de drang om daarin het voortouw te nemen? Nee, in alle eerlijkheid niet. Nee, zeker niet als je het hebt over de CAO-vorming. Dan zijn we toch bezig met onze eigen mensen vooral. Maar om het daar goed voor te regelen. We hebben niet de behoefte een voorbeeldfunctie te hebben daarin. Overigens is dat wel iets wat gebeurt. Hè. In de zorgsector kijkt men erg naar elkaars CAO. Ja? Dus als dat eenmaal ergens in terecht is gekomen, dan wordt dat al dan niet via de lijn van de bonden overigens ook in andere CAO's ingebracht. Maar dat is niet onze persoonlijke ambitie. Nou, ik kan me wel voorstellen dat jullie een voorbeeld zijn voor een heleboel bedrijven. Maar dat is gewoon een compliment dat ik even... Mag ik daar nog wat op aanvullen? Ja, natuurlijk. Nou, ik zat nog even te denken. Hè. Je kunt een heleboel in de CAO natuurlijk gaan verankeren, in allerlei regel en wetgeving. Maar uiteindelijk is het vooral ook van belang dat werkgevers inzien waarom dit zo'n belangrijk thema is. Nou, de cijfers net al even genoemd, hè. Ruim 1 miljoen vrouwen. Wij hebben ook uit eigen onderzoek, daar komen er zeker nog 800.000 vrouwen komen erbij de komende 10 jaar. Maar we hebben ook, de kranten staan erbij bijna vol van, we hebben te maken met krapte op de arbeidsmarkt, onnodig verzuim. Ja, en los daarvan, ik denk ook een stukje gewoon goed werkgeverschap. Hè? Dus zorg ook gewoon dat je het gewoon goed gaat regelen voor de vrouwen. Om dat te voorkomen. Vanuit werkgeverszijde kan ik dat alleen maar beamen. Wij hebben zeker in de zorg met een krappere arbeidsmarkt. Dus we hebben mensen ook heel hard nodig. Maar los daarvan, ik vind het ook nog wel leuk om even de andere kant te benadrukken. Wij zijn ook heel erg blij met mensen die deze nieuwe levensfase ingaan. Hè? Je hebt helemaal andere mensen aan tafel. Het werd net al even geschetst volgens mij in de presentatie. Maar ik merk gewoon heel erg dat mensen in een wat rustiger vaarwater zitten. Wat nuchterder zijn over dingen die gebeuren op het werk. Niet zo snel in de stress schieten. Dat ze al heel veel hebben gezien in hun werkleven. Geen zorg meer voor kleine kinderen hebben. Dus niet om 3:30 snel rennend naar huis moeten. Allemaal dat soort facetten maakt ook dat het prettig werken is met mensen in deze leeftijdsfase. En ik mis dat nog een beetje in de discussie van mogen we er ook zo naar kijken. Ervaring, ja, de positieve kant. Ervaring. Ja. Berg van ervaring. Ja, berg van ervaring. Ja. En daar bestaat ook de tweede helft van onze workshop uit die we geven. Mooi bruggetje. Hele prettige promo. Want dat wil ik ook echt, en dat maakt vaak, in het begin wordt er vaak wat gehuild in onze workshops, omdat het ook pijn doet en er is verdriet. En sommige mensen hebben het er voor het eerst over, daar hebben we veel aandacht voor. En vaak in de tweede fase gaan we het ook hebben, je bent ook wijs, je brengt heel veel, je hebt heel veel ervaring, je hebt heel veel te vertellen, je hebt anderen wat te leren. En dan komt dat stuk veel meer aan bod. En dat mag er echt ook zijn, want dat brengen deze vrouwen en wij zelf ook allemaal ook mee. En dat mogen we echt niet uit oog verliezen. We zijn waardevol met elkaar. Ja. Dat is een mindset waar jullie ook veel mee bezig zijn. Heel erg, ja.
Wat ik wel, ik vind het een beetje te makkelijk om te zeggen, want een vrouw in de overgang kan zich juist het tegendeel voelen. Hè? Van ik ben niks meer waard. Ik ben... Precies, maar dus het is wel goed om het even te benoemen. Nou, dat is wat wij ook altijd doen. Van oké, het is een crisis, maar in een crisis heb je ook kansen. En wat ben je wel zo blij op je werkplek? Gaat het wel zo goed thuis? Je kunt dus ook het aanpakken om te gaan veranderen. Die tweede fase mooi in te zetten. Het is natuurlijk moeilijk, hè? Als je op je werk zit, kan ik me voorstellen. En er komen steeds meer jonge mensen. En dat je denkt, oh, daar hijgen allemaal hele knappe, intelligente, snelle, sneldenkend. Oh, super in de actie. Ik ben ineens trager aan het worden. Of voor het weet zit je in die negatieve spiraal. Maar inderdaad, je moet het natuurlijk gaan omdraaien naar, nee... Ik ben een andere vrouw aan het worden. Ik neem wat mee. En dat is natuurlijk inderdaad wat je zegt. Dat is heel mooi. Om nog even terug te komen op die jonge collega's. Want dat is wel een thema in de chat. Er wordt gevraagd van, goh, hè, er komen steeds meer jonge mensen bij. De bespreekbaarheid, hoe ga je dat dan doen? Zou het iets zijn om aan te sturen? Anneke, die vraag wordt ook echt aan jou gesteld. Om een aanspreekpunt daarvoor aan te stellen, dat je dat verankert. Vertrouwenspersoon. Vertrouwenspersoon altijd? Dat zouden we ook graag willen van, speciaal ook voor de overgang. Of is dat uitbreiding van de taak van de vertrouwenspersoon? Wij zouden het liefst een vertrouwenspersoon hebben speciaal voor overgang. Voor overgang, cool. Ja. En hoe zie je dat dan voor je? Een vrouw van... Dat is nog één die nog niet helemaal uitgewerkt. Een jonge man. Precies. Een van de jonge werknemers zal dat dan waarschijnlijk niet worden. Maar iemand... Zou wel interessant zijn. Waarom niet? Maar ik denk dat de dame misschien ook een beetje... Ja, scheef loopt. Dat klinkt al wel heel erg pittig. Ja, maar onze Siebren zou dat prima kunnen doen. Ik denk zeker dat onze Siebren dat kan. Maar ik denk dat we ook een beetje los moeten komen van... Nou, de vraag werd net ook al gesteld. Van de jonge directeur. Dat kwam ook wel uit ons onderzoek naar voren vorig jaar. Zo van, nou, dan heb ik een jonge mannelijke leidinggever. Maar die heeft ook weer een moeder. Ja, precies. Dus van mij moeten we daar ook wat meer op gaan sturen. Van, laat dat beeld ook een beetje los. En soms jongere mannen, jongere vrouwen begrijpen dat onderwerp ook gewoon goed. Ik vind het heel interessant. Daar lopen wij ook vaak tegenaan. Dat jonge mensen zeggen, ik vind het super interessant. Ook vrouwen. Ja. Zeg, ik vind het eigenlijk heel interessant om te weten waar ik straks naartoe ga. Dat ik, dat had ik ook willen weten. Ja. Ik ben blij dat ze zo reageren. Ik snap mijn moeder nu beter. Mijn moeder die zit nog steeds in de ontkenning. Die heeft nooit ergens last van gehad. Er komt nog een vraag. Lucky 20%. Nou, dat vindt zij alleen. Vindt het gezin niet. Ja. Maar dat geheel terzijde. Een andere vraag die binnenkomt. Ik ben bij 7 zorgverleners onder behandeling. Ik weet niet of het allemaal is voor de overgang. Maar het is in ieder geval een dagtaak terwijl ik 40 uur per week werk. Lastig om vrij te vragen. Wie geeft er tips? Heel extreem. De vraag is van, ik neem aan, ik vul het even in hoor. Want ik krijg ook deze informatie van, ik heb moeite met vrijvragen om hulp te krijgen. Want die persoon wil dus naar een zorgverlener of naar een hulpverlener. Maar vindt het moeilijk om vrij te krijgen? Ja, volgens mij, maar dat weet Anneke beter dan ik. Volgens mij voor artsenbezoek krijg je vrij zonder opgave van redenen. Dat is gewoon geregeld. Gaat er een aantal uren voor per week, maand, jaar? Hoor zeg ik dat nog wel eens verschil kan zijn qua cao's. Maar er staan gewoon uren voor. Maar hoef je geen vakantiedagen voor op te nemen. Maar ik kan me wel voorstellen dat het lastig is om dat bespreekbaar te maken. En als je 7 zorgverleners hebt, dan kan het wel heel erg het gevoel geven, oh jeetje, nu moet ik alweer. Ja, maar daarin is daar ook niet een rol weggelegd voor een bedrijfsarts die dat kan coördineren, bijvoorbeeld. Maar dan krijg je wel toch dat je tegen iemand moet zeggen, een leidinggevende. Ik moet naar de dokter. Ja? Jolanda. Bij dit soort vragen komt er altijd meteen op, waar staat dat dan, dat ik dat mag, hè? En ik vind dat zo'n foute benadering. En ik snap dat het soms nodig is, hoor, als het echt als het lastig gaat in je bedrijf. Maar vasthouden aan, ik krijg zorgverlof of zo, want ik neem aan dat we het daarover hebben dan. En daar staat zoveel uur voor, dat is hier volgens mij helemaal niet de oplossing. Want dan ben je 2 weken heen die in de CEO zijn opgenomen en dan ben je nog steeds niet klaar met jouw 7 zorgverleners. Dus volgens mij begint het hier echt ook met het goede gesprek met je leidinggevende. Waar loop je dan tegenaan en wat heb je nodig? Want als je 40 uur werkt, dan heb je ruimte nodig vanuit het werk ook. Wij hebben er als werkgever helemaal niets aan
als zo'n medewerker dat allemaal in de weekenden, voor zover dat kan, of na het werk gaat doen en daarmee uitgeput in het werk weer komt. Hè? Dus het vraagt weer ook een beetje andere mindset, ook van werkgevers denk ik hoor, terecht dat dat wordt opgemerkt. Maar om mee te denken met iemand die in zo'n fase zit en heel veel hulp nodig heeft, van hoe kunnen we dat met elkaar binnen die werkzetting ook een plek geven. Het klinkt allemaal super positief. En ik weet niet hoe deze meneer, mevrouw is. Maar ik denk, wat wij ook vaak horen, mensen ook heel erg bang zijn om ontslagen te worden. Van ja, oké, ik ga het bespreken, maar dan leg ik nu wel iets neer. En nu weten ze het van me. En nu ben ik zwak. Ja, die angst hoor ik ook wel eens, sorry. Ik vraag me wel eens af waar dat vandaan komt, op meerdere thema's overigens hoor. Dan denk ik, gebeurt dat dan wel eens? Heb je het wel eens gezien bij iemand in de omgeving? En in deze tijd, kijk naar de arbeidsmarkt. Wij kunnen mensen helemaal niet missen. Als wij ze ontslaan, hebben wij een probleem. Begrijp nee, maar volgens dus ook... mij is wel, als ik ook alle verhalen er een beetje over hoor, is, ik noem het altijd vooruitjanken, is iets wat je toch een beetje gaat doen. Op een gegeven moment, als je in zo'n neerwaartse spiraal komt, dus dan voelt alles alweer groter en heftiger. En dan denk je, oh, dan ga ik ook nog zeuren bij mijn werk. Ja, nou ja, goed, het enige wat ik dan kan zeggen, ook vanuit een werkgeversrol, is doe het wel. Ja. Want je kan als werkgever namelijk ook niks doen of betekenen voor je medewerker als die niet met het probleem komt. Je kan het niet altijd. Eens. Ja. Het vergt dus ook wat van de vrouw zelf, hè? Ja, en ook jezelf soms even bij je kladden pakken van, ik ga er wel nu wat aan doen. Ja, wat je net zei, wat vind je jezelf waard? Ja. En dat mag natuurlijk, hè? Je mag zeggen, nee, ik ben dit waard, ik heb die hulp nodig. Ja. Dus ik ga nu inderdaad met mijn angst onder de arm, met mijn paniek, met mijn zweetaanvallen, stap ik naar die werkgever en zeg ik, hier ben ik en ik weet het even niet meer, ik heb hulp nodig. En dat vinden wij als vrouw moeilijk. Ja, maar wij willen natuurlijk altijd oplossen als vrouw, we willen het zelf doen. Dat konden we ook zo goed, hè, toen we jonger waren. Dat moet je ook niet vergeten. Ja. Als je tussen de 20 en de 40 bent, kan je 100 ballen in de lucht houden. En je snapt ineens niet waarom je dat niet meer kan. Dus het is ook heel logisch dat je daarover denkt, ja, maar ik kon dat zo goed. Ja, dat kan je dus niet meer. Ja. En op sommige gebieden, en dan kom ik toch weer even terug bij wat Jolanda zei, op sommige gebieden hoeft het ook niet meer. Want je hoeft die kleine kinderen niet meer naar school te brengen. Je hoeft die. Dus daar kan je dan ook handig gebruik van maken. Er komt nog een vraag binnen via de chat. Hoe bereik je de collega's die geen computerwerk doen en dus bijvoorbeeld informatie op het intranet niet kunnen vinden? Dat is er misschien wel eentje voor jou, Anneke. Nou, ja, dus mensen die, mensen die het ouderwetse handwerk doen, bij wijze van spreken aan een lopende band staan. Ja, hoe ga je dat organiseren om vrouwen die dat werk doen en het te zwaar hebben? Dan zou je... Ja, de ja, hele, een hele goede vraag. Gaan we ook waar zeker meenemen in ons project. Ja, waar wij dus niet meteen een antwoord op weten. Zal ik doorgaan naar de volgende? Ja, ik zit ervan denk, betekent gewoon echt, je moet de werkvloer weer op. Ja. Gewoon ouderwets, gewoon de werkvloer op. Het is bijna een beetje het oude vakbonds wat dat betreft. We gaan gewoon weer de werkvloer op. Maar dat houdt het wel in. Lezing geven, workshops bereik je. Ja, workshops te komen bij de workshops. Maar ook een vertrouwenspersoon. Het hoeft niet allemaal digitaal. Maar ook op de manager kan er naar vragen. Hè? In gesprekken die met zijn mensen heeft. En voor werkgevers is het steeds lastiger, hè, om vragen te stellen. Want niet meer alles mag. Bewegingen. Maar je kan als manager zeker nog wel vragen, hey joh, gezien je leeftijd, wat speelt er bij jou? Hoezo? Waar zit jij? Wat is zo mijn leeftijd? Voor sommige vrouwen is dat net fijn. En natuurlijk gaat het weer over vertrouwen. Oh, wat fijn dat je daarnaar vraagt. Daar heeft nog nooit iemand gevraagd. Nou, en dan heb je al misschien een mooi gesprek. En het zit hem uiteindelijk altijd in de toon, maakt de muziek. Op het moment dat je hem op die manier aanvliegt, of hey, mag ik eens vragen, of het valt me op dat, van heb je even tijd, zullen we eens? Dan is het echt heel anders. Of ik heb gezien dat je nu alweer ziek bent. Ja. Echt een andere toon. Ja, is ook zo. Werkgevers hebben we helaas ook, maar je kunt er echt op een heel andere manier aanvliegen. Ja. Ik wil standaard een boek geven als een vrouw 40 wordt. Dat vind ik... Ja. Net zoals de bevallingsdoos, de blije doos. De wijze doos. Oude doos. In mijn puberteit, aan het begin van mijn puberteit, heb ik gekregen het boek, zal ik ook nooit vergeten, van mijn moeder. Vrijen is verrukkelijk. Zo kan je natuurlijk. De overgang is verrukkelijk. Of jullie boek, te lijf. Ons boek ook, zeker. Dat kan. En als iedereen het gewoon krijgt, dan is het een dingetje op je nachtkastje.
Volgende vraag. Ik zoek een goede aanvliegroute om de overgang bespreekbaar te maken. En dit is even voor jullie fantasie. En wat je moet weten om het gelijk misschien beeldend te kunnen maken. Het is een kleine organisatie. Overgang is taboe. Hoe doe je zo'n gesprek? Wie? Met wie? Wil? Met de leidinggevende? Met de leidinggevende of misschien zelfs in het hele team. Ga er maar eens aan staan. Zit je met z'n allen te lunchen? En, nou, ik zou zeggen, gewoon doen. Aan tafel, tijdens lunch? Ja, gewoon doen. Misschien zit er nog een stapje voor. Dat je voor jezelf even heel erg helder moet hebben van... ja, maar wat voor klachten heb ik en wat doet dat uiteindelijk met me? En dat je die voor jezelf heel erg helder hebt en dat je dan het gesprek aangaat. En soms kun je dat ook gewoon eerst even oefenen. Hè? Dat klinkt heel flauw. Maar gewoon even oefenen met je partner of met nou ja, wie dan ook. Je buurvrouw, je dochter. Zijn met Dina. Ja, ik vind... Ja. Weet je wat ik zo jammer... Wat ik dan terughoor, alsof je je moet schamen voor de overgang. Ja. Terwijl de overgang is een natuurlijk proces. Eigenlijk worden wij van een vruchtbare vrouw... worden wij een wijze vrouw. Die status wordt weggemoffeld. En ik denk dat wij ons daar ook heel, heel erg hard voor maken. Van, dit is een nieuwe fase die ook weer heel veel mooie dingen heeft. En de overgang, de transformatie, is wat rocky... Maar ga dan je alsjeblieft niet schamen. En ook niet inhouden. Nee. Denken, oh, ik zeg neem je ruimte wij in. Wij altijd hebben gehoord als wij lezingen geven... of komen altijd vrouwen naar ons toe en zeggen... want wij adviseren van, kom op, ben nou gewoon die stoere vrouw... die gewoon het wel in de groep gooit. En altijd komen de vrouwen naar ons toe of mailen of whatever... en zeggen, ik heb het gewoon gedaan. En 4 van de 6 hadden het ook. Oh, ja, zie je wel. En dat is het waar we het net over hadden. Die leugendetector, die moet ook aangeschaft worden ergens. Ja. Want het is onzin, je kan het er gewoon over hebben. Ja. Duidelijk. Hoe zit het met ZZP'ers? Daar hebben jullie natuurlijk wel een beetje ervaring mee. Je kan natuurlijk wegduiken als ZZP'er, denk ik. Dat je gewoon denkt, nou, deze klus doe ik niet, want ik ben moe. Maar je wil natuurlijk dat je als ZZP'er juist excelleert in je werk. Want je hebt die pieken nodig, want je hebt gewoon met enige regelmaat werk nodig. Wat voor advies hebben jullie daarvoor? Ik denk dat je beter in loondienst kunt zitten. Dat dacht ik ook net. Want wij hebben heel weinig, want ik ben ook wij zijn ZZP'ers. Ja, we hebben heel weinig vangnet. Gelukkig hebben wij elkaar. En we kennen Dorenda. En nu jullie. Nou, ik vind, dit is nog wel een... Maar daar doen jullie niks mee, CNV natuurlijk. Want dat is allemaal voor mensen in loondienst. Gaan we meenemen, ja. Dat is interessant om over na te denken. Want het is voor ons spannend. Vangnet. Want wij kunnen heel leuk even zeggen. Even omdraaien. Heb je wel eens een klus gecanceld omdat je je door de overgang zo slecht voelde? Nou, nee, het vervelende is natuurlijk dat een klus krijg je niet aangeboden op die dag. Nee. Dus je zegt, oh, wat een leuk idee. En die dag word je wakker en denk je, hoe ga ik dit vandaag in godsnaam doen? Daar gaat het over. Ja. En dat op een gegeven moment, dat vind ik het fijne van ouder worden, denk ik, nou ja, dan neem ik dat toch gewoon mee in het verhaal. Dan vertel ik dat ook eerlijk. Ja. En dat geeft zoveel meer ruimte. Daardoor zit je niet in die stress waar we het volgens mij de hele tijd over hebben. Stress is funest gewoon. Dat haalt alles weg. Dat haalt je intuïtie weg. Dat haalt je cheu weg. Je kracht, je stralen. Waarvoor je de dingen doet die je doet. Want je bent alleen maar bezig met dat stukje. Oh god, ben ik aan het zweten? Zien ze het? Weet ik mijn teksten nog? Als je gewoon eerlijk zegt, jongens... Ik heb vandaag een moeilijke dag, maar we gaan het doen. En dan denk ik dat iedereen denkt, gelijk heb je. En ben je ondersteunend. Ja. En kan iemand zeggen, hey, maar dat ging hartstikke goed. Dan krijg je nog een cadeautje. Ja. Of een kop thee. Of, ik denk dat we allemaal, als dat open, dat is gewoon, dan zijn we meer samen. Want met een heleboel andere klachten wel altijd kan. Hè? Ja. Maak het op het moment dat je hoofdpijn hebt, dan kan het wel gewoon. En ergens is dan die overgang ergens wel een taboe. Ja. Daar moeten we ons overheen zetten. Ja. Maar met hoofdpijn is het natuurlijk, als je zegt ik heb hoofdpijn, dan zegt iemand hier heb je een paracetamol. Maar dat is wel in die zin meer geaccepteerd. Of zeker. Als je bijvoorbeeld thuis wat hebt meegemaakt, dat wordt wat makkelijk op tafel gelegd. En daar zouden we met de overgang ook naartoe moeten. En een beetje humor ook erin gooien. En dat komt goed uiteindelijk. Het komt, zeker, het kan 10 jaar duren. Maar, dus je moet heel veel humor hebben. Ja. Maar humor helpt ook hoor. Als je een beetje zelfs en kwetsbaarheid kwetsbaar durven zijn. Van misschien soms met tranen van als je 3 maanden slecht slaapt. Dat heb ik gehad. Nou, op een gegeven moment ben je gewoon echt niet meer Medina.
dat ben ik. En dan voel je echt dat jankje van, oh, jij bent een reminder. Ja. En je bent gewoon, je hebt kort lontje, je kan huilen. Maar durf dat dan ook maar te laten zien. Van, oh, en als je het vertelt, gaat iedereen zeggen, ach nee, 3 maanden niet slapen. Nou, ik zou, wat, ik heb je er nog respect bent, voor ja, jou. Ja. Nee, ik want je hebt heel veel begrip. Dus openen, communiceren. Maar ook nog als ZZP'er, misschien toch nog als tip. Spannende tip misschien, maar wat wij ook altijd zeggen. Is dit nog, wat jij ook volgens mij net zei, is dit nog het werk wat je wil? Ja. Want je doet heel lang dingen die je denkt leuk te vinden. Maar misschien kan je nu ook dat moment pakken om te denken, of zal ik nog iets anders gaan doen? Waar gaat mijn hart echt naar uit? Ja. Dat wat ik 20 jaar heb gedaan, vond ik heel erg leuk. Ik haal dat niet weg daarmee. Maar misschien wil ik nu iets nieuws gaan doen. En kan ik daar de rust even voor nemen, de tijd. Maar goed, dat moet kunnen, financieel. Ja. Maar ja, het is interessant om over na te denken. Maar dat geldt denk ik niet alleen voor ZZP'ers, nee, maar voor ook iedereen. Voor mensen in loondienst. Ik ja, kan zeker me voorstellen dat het bij jullie in Rijnmond wel eens voorkomt dat vrouwen zeggen van, nou, ik wil het moet anders. Ik ga. Ja, mooi toch? Ja, ik herken dat wel hoor, dat het een fase is ook van zelfreflectie. En waar sta ik en waar wil ik naartoe? Zeker, dat is heeft wel eens een negatieve klank. Hè? De mensen geven daar graag iets negatiefs aan mee. Van zit je in zo'n fase. Ja. Maar ik vind het heel erg mooi dat mensen daarover nadenken. En ja, die maken wel eens andere keuzes. Ik heb zelf wel eens mensen in de teams gehad die eigen bedrijf wilden gaan starten. Hè? Dus keuze maken van en hebben we gekeken hoe kunnen we dat dan vormgeven. Dat je in eerste instantie eens wat minder gaat werken bij ons. Maar nog even aangehaakt blijft. Om die stap te gaan maken. Fantastisch. Toch super, ja. Ja. Leuk om dat te doen en voor mij als werkgever weer prettig dat een nieuwe collega op die manier prettig ingewerkt wordt. En zo gaan we met elkaar weer voort. Dus ook hier spreek erover. Want ik denk altijd als mensen deze wensen in hun hoofd hebben, dan gaan ze het toch doen. Of ik het nou weet of niet. Ja, okay. Ja dan kan het maar beter op een goede en mooie manier afgerond worden, toch? Ja. Er komt een vraag binnen via de chat waarvan ik eigenlijk denk dat die in de chat beantwoord moet worden. Maar misschien weten jullie er ook wel een antwoord op. Zijn er ook voorbeelden van vrouwelijke collega's die groepsgewijs naar een leidinggevende toegegaan zijn? Om te zeggen van jongens, dit is er aan de hand. Dit moet bespreekbaar samen moeten. Samen sterk idee. Ja, ik weet niet of dat iets is. Ik zou dat fantastisch vinden. Ja. Mensen nog niet tegengekomen, die voorbeeld, maar het is wel gaaf. Nee. Het geeft direct ook heel veel kracht. Een heel leger van vrouwen. Ja, maar het kan ook voor de leidinggevende misschien wel juist weer bedreigend. Behoorlijk pittig zijn. Het ligt eraan hoe ze komen. Ja, daar maakt het de muziek. De BH's uitgaan. Maar als je gewoon zegt, hey, mogen wij even wij willen graag praten. Weer wat jij zegt, dat is de toon. De toon maakt het zo'n communicatie. En dat begint dus weer bij toch met elkaar komen en open. Laten we dat onthouden. Open over de overgang. Ja, zo heet ons project. Ja, daarom. Ja. Maar dat is toch echt de Iemand uit het onderwijs stuurt een berichtje naar de chat. Ik zit in het onderwijs. Mijn leidinggevende is niet blij als ik vrij vraag voor momenten waarop ik les moet geven. Als dat te vaak voorkomt, word ik daarop aangesproken. Of de panelleden daar tips voor hebben. Dus ik dat is eigenlijk ik snap de vraag ook niet zo. Wel, ik wel. Dat je vrij vraagt. Ik ben, daar is de leidinggevende dus niet blij mee. Ja, ik zou toch zeggen, mag ik dan even met je praten? Ja. Spreek je leidinggevende daarop aan? Dat is het probleem. Want eigenlijk wat jij net heel mooi vertelt, laten we daarover communiceren. Ja. Want je wil een goede werknemer. Dus ik begrijp niet dat het eenrichtingsverkeer. Ik snap het hoor. Je denkt, oh, het kan dus niet. Maar daar moet je dan even doorheen. Dan moet je zeggen, en waarom kan dat niet? Want ik heb het nodig. Ja. Ik heb het een tijd nodig. Hoe gaan we dit oplossen met elkaar? Ja, en het kan natuurlijk gevolgen hebben voor de rest van je werkende carrière. Want als je niet geholpen wordt, dan komen we weer bij jouw statistieken uit. Ja. Mag ik daar ook nog op reageren? Ja, zeker. Nee, nu even niet. Klaar. Er twee kanten natuurlijk aan. Want wij hebben bijvoorbeeld spreekuren, waar we mensen staan te wachten met kleine kindjes om ook hun vragen kwijt te kunnen. En natuurlijk is het ongelukkig als 's ochtends de helft van je personeel afbelt. Want dan moet je ook al die mensen afbellen. Die hebben vragen, die worden teleurgesteld. Dat is ook een weging die je als werkgever ook hebt te maken. En tegelijkertijd heb je een medewerker waar je niet altijd van weet waarom speelt dit nu. En waarom belt hij nou weer zo kort van tevoren. Als dat een setting is, dan kan ik daar wel een beetje mee voelen als werkgever. Dat je, nou jemig. Moet ik weer al die mensen gaan bellen? Die hebben we net 3 keer verzet. Dus ook hier denk ik, zorg ervoor dat je voor dat moment aanbreekt met elkaar in gesprek. Precies. Over dit
er bij mij en ik kan het niet altijd inschatten wanneer het komt. Dus hoe gaan wij daar nou mee om? Is er een achtervangoptie mogelijk op de werkvloer, zodat klant niet naar huis gestuurd wordt? Zo los even zo'n vraag stellen, denk ik, dit is altijd, daar is altijd een context bij die je mee moet weten. Ja. Daarmee moet je hem juist bespreekbaar maken. Ja, vanuit de werkgeverskant als vanuit de kant van de werknemer. Zeg maar wat is er nu in de hand? Dat en wat, ja, precies. En zodat je ook onderling, denk ik, dat stukje begrip gaat creëren. En elkaar vooral ook kunt voorthelpen en kunt naar oplossingen ja, toe kunt. Ja, collega's onderling ook. Hè, die zijn veel meer bereid ook iets voor de ander te doen. Als ze weten wat het is. Ja. Ja. Als jij zit op de blok hebt en zegt, nou, ik bel me 's ochtends om 8:00 weer af, terwijl ik om 8:30 een spreekuur heb. Dat is heel vervelend, ook als collega. Tuurlijk. Dus hè, dat is een beetje de setting waar je ook rekening mee moet houden, denk ik. Ja. Als je ja, ik denk dat de setting van deze vraag is dat op dat moment de draaglast groter is dan de draagkracht. Ja. En dat kan je alleen maar oplossen door in gesprek te gaan. Ja. Hoe lastig dat ook is. Hoe lastig dat ook is. Tot slot wil ik eigenlijk van alle panelleden nog vragen om één hele korte pep talk of één woord te gebruiken. Want ik heb nog steeds iemand in de chat die zegt, ik probeer vrede te sluiten met deze overgangsfase. Alleen lukt het niet echt. Dus ik dacht, als we nou afsluiten en dan mag het woord bespreekbaar niet meer vallen. Want dat weten we. Die hebben we in onze oren geknoopt. Sowieso, jullie mogen er even over nadenken, want ik heb nog even een paar dingen. Dan eindigen we daarmee. Dat is denk ik wel mooi. Dan heb ik nog een paar mededelingen. Als er dingen niet besproken zijn in de chat, of als je nog meer wilt weten over dit onderwerp, dan kan je altijd mailen naar overgang@cnv.nl. Dat is hartstikke belangrijk. Dan nog een paar dingen voor in de agenda. Er komt alweer, dat weten jullie ook al dankzij Siebren, een nieuw webinar aan. Dat is op 31 oktober. Zet dat alvast in je agenda. Er komt een evaluatie-e-mail aan met een round-up van het gesprek dat wij vandaag hebben gehad. En er komt ook nog een podcast. Gaan we ook nog op napraten. Die ga ik opnemen met Medina en Isa. En daar krijg je uiteraard bericht van als die online is. En we hebben ook nog cadeautjes weg te geven. Ja, op social media hebben we opgeroepen om vragen in te sturen. Een paar van die vraagstellers die krijgen een cadeautje, namelijk een prachtig verzorgingspakket van Rituals. En degene die dat krijgen zijn Marion of Marlon Bal, Miranda Hendricks, Irina Kopteva, Belinda Roelsema Hulshof en Kim Sirikzee. Van harte gefeliciteerd. En dat betekent dus ook dat jullie een mooie bijdrage hebben geleverd aan deze webinar. Zullen we gaan afsluiten met de pep talk? Willen jullie in Rijnmond beginnen? Jolanda, jij eerst? Julika, jij eerst? Zeg maar. Ik ga het toch wel weer noemen, ook al mag het niet prater. Zeg het op een andere manier. Ja, lees erover en denk na wat jij nodig hebt, wat jij wilt. En pak daar in regie en neem actie. Want als je niks doet, blijft je situatie hetzelfde. Het verandert pas als je actie onderneemt. En humor. Wij doen de bingo, dat is echt lachen, maar wij ook de humorvolle kant elkaar daarin helpen. Ja, zeiden jullie ook al. Dankjewel, Jolanda. Blijf in contact en zorg ervoor dat het inderdaad dat contact er al is voordat je met zo'n issue te maken gaat krijgen. Dat is zo belangrijk om het wat makkelijker bespreekbaar te maken. Dus zorg dat je in contact bent met je collega's en je leidinggevende. Isa. Ja, ik zat te denken, durf naar je eigen kwetsbare kant te gaan. En ga in gesprek met jezelf. Ja, dat klinkt misschien zo, maar ik denk dat we vaak zo vooruit hollen. En dat een beetje vergeten. En wij hebben het ook wel eens over van met elkaar praten. Maar praat misschien ook maar eens even met jezelf. En kijk maar eens even, schrijf het op. Wat heb ik nou eigenlijk nodig? Waar sta ik nou? Wat wil ik nou? Waar ben ik bang voor? Want daar zitten heel vaak hele mooie antwoorden. Want ga dat dan maar eens aankijken. Dat is denk ik heel interessant. En blijf ons volgen gewoon, zou ik zeggen. Altijd leuk. Lorenda? Ik zou zeggen, je bent echt niet gek. En je bent zeker niet de enige. Dus zoek hulp. Vraag hulp. En er zijn ook heel veel oplossingen mogelijk. Dus er is echt licht aan de horizon. Anneke? Oh, daar sluit ik heel erg bij aan. Een van de credo's binnen ons projectteam. Het project is van na de dip
komt de stip. Dus dat is inderdaad... Oh ja, mooi. Ja. Ja. Nou, ik zou het wat strenger willen opzetten. Oh, die naam. Nee, als einde. Als einde. Nou, jammer dit. Je kan het maar beter wel accepteren. Want dat vechten, en dat van dan wordt het eigenlijk nog zwaarder. Terwijl als je het erkent bij jezelf, dan pas kun je er wat aan doen. Dus pak jezelf bij je kladden. En, daar wil ik dan nog aan toevoegen. Ik heb hem al een keer gezegd, maar ik ga hem nog een keer gebruiken. Niet vooruit janken. Ja. Nee. Hartelijk dank voor dit webinar. Fijn dat jullie erbij waren. En heel graag tot de volgende keer. 31 oktober, dan zijn we er weer. En voor die tijd krijg je nog een recap van deze webinar. Met de podcast. Dag. Dank jullie wel allemaal. Graag gedaan. Dag Raymond. Dank.